Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Dying Light video hier op mijn kanaal Jaraski Plays. We gaan natuurlijk weer verder waar we gebleven waren in dit spel, want op dit moment moeten wij natuurlijk naar de antenne toe lopen, naar de tweede antenne toe lopen. En moeten wij die gaan proberen te activeren om natuurlijk reis te bevredigen. Om maar even zo te noemen. Dus ik hoop natuurlijk dat deze antennetoren wel kan worden geactiveerd. Want in de vorige antennetoren was het zo. De tweede antennetower. En de fence is electrified. Ik denk dat iemand inside. Dat zal Alexei. En probably his son Christoph. Ik vind hem tiresome. Don't let them stand in your way. You've got to get inside and turn on the transmitter. Want de vorige antennetoren die was natuurlijk al beroofd. En deze antennetoren is ook weer een probleem zoals je kan zien. Want yeah, er zitten mensen in. Dus ik klim gewoon naar boven. Ik weet niet of ik het via hier kan halen, maar kan ik hier overheen springen? Oké, okay, ik ben binnen. Er zijn mensen binnen, dus ik ga gewoon naar boven. Oh, dat zit dicht. Ah, shit. Ze gaan me sowieso pakken zo meteen. Ik zweer het je. Nou, ik weet niet of ze aardig zijn, maar ik hoop dat ze aardig zijn. Alleen, oh shit, ik ga helemaal verkeerd. Ik moet er. Dit ding zit dicht, man. Er zit een slot op. Kan ik wachten? Ik loop wel even naar binnen, ja? Misschien zijn ze er wel. Hallo? Iemand hier? Ligt er niet. Ligt er nog geld of zo? Hier, een briefje. Dankjewel. Oh, er ligt wel een wc-rol. Ik moet eigenlijk wel even schijten, man. Nee, grapje. Hallo? Iemand hier? Nee? Oké, okay, dan moeten we een weg naar boven zien te vinden, jongens. Ja. Ja. Wacht maar, volgens mij. Wacht even, ik probeer het even via hier. Nee, dat gaat niet lukken, want hier kan ik niet op, man. Kan ik dat ding niet kapot maken of zo? Ik heb ook geen wapen. Ja, dat wordt leuk, jongens. What the fuck? Oh, ik weet het al. Ik zit te kijken van hoe moet ik hier nou in, maar ik heb het al gevonden, hoor. Geen probleem, jongens, ik heb het al gevonden. Soms moet je even goed kijken en soms moet je even beter kijken naar waar je naar aan het kijken bent. Dan vind ik het in één keer. What the fuck do you want? Nou, ik wil hier naar binnen. I need to climb the tower. Why the hell would you want to do that? For Rice. He asked me to. Rice? You don't look like one of his crew. Oh, fine. I'll just radio back and tell Rice that you wouldn't let me through. What? Fuck. No. I didn't say that. You want to climb? Fine. Go. Wie zit er dan te timmeren? Oh, jij zit te timmeren! Ik. Ik dacht net al, wie zit er te timmeren? Alleen dat waren hun dus die bezig zijn met deze. Die bezig zijn met deze toren, joh. Uh-oh. Jongens? Ik denk dat jullie wel door hebben dat het niet de bedoeling was. Ik dacht hij kan dat vastpakken, joh, maar dat what the fuck, hé. Nou, dat ging niet helemaal goed. Ik heb nu geen EHBO-dozen meer, dus dat is niet zo mooi. Maar kunnen we zo wel van maken, hoor, hoop ik. Maar ja, kut. Ik dacht ik kan er wel naar boven klimmen, alleen dat was niet de goede weg. Dat heb ik wel door. Zo, de knetter. Oké, dat doen we dus niet meer. Dat ga ik ook nooit meer doen ook. Dan hebben we weer wat geleerd. Zo, jongen. We gaan dat op deze manier naar boven, jongens. Dan gaat het misschien wat makkelijker. Zo, kijk. Dit gaat wat makkelijker in plaats van naar beneden springen. En hij heeft overal sloot op gedaan, van die mongol. Als hij nou gewoon open had gelaten voor me, dan was ik wat makkelijker naar binnen gekomen, jongen. Oké, klimmen maar. Zo, oké, weer een verdieping hoger. Is dit ding... Nee, dit ding is open, gelukkig. Zo, een trap die open is, jongens. Wat een verrassing. En deze is weer dicht. Ah, deze is weer dicht, kijk maar. Jongens, toch. Holy shit, hé. Ik moet toch niet daar naartoe springen. Als ik nu naar beneden flikker, dan ben ik dood. Zal ik het gewoon doen? Ik moet wel, man. Ik moet wel. Oh. Oh. Dit is intens, man. Als je hier naar beneden flikkert, dan ben ik dood, jongen.
Holy shit. Oké, je moet hier naar boven, ja. Goed zo. En dan dit randje vastpakken. I sure hope this fucking climb. Holy shit. God, dit ding zit ook weer dicht. Ah, nee, hè. Ah, kom op. Niet vallen, jongen. Alsjeblieft. Doe het voor mij. Uh-oh. What the fuck? Waar moet ik nou naartoe dan? Oh! Holy shit! Holy shit! Oké. Oké. Oh! Hij pakt het niet vast! Hij... Wat een mongol! Oh, wat een mongol! Hij pakt het randje niet vast! Holy macaroni! Wow, yo, ik zei het! Het gaat fout als je naar beneden flikkert, dan ben je dood. Ik moet dat niet meer zeggen, man, als iets verkeerds gaat, want dan gaat het dus ook verkeerd. Zo, de knie. Ja, hij viel daar alweer bijna, man. We moeten even onze klimskills gaan verbeteren, denk ik. Dat is misschien wel handig. Holy shit, hé. Zo. Ja, dat was niet zo handig van je, vriend. We moeten het denk ik even wat rustiger aan gaan doen als we niet willen flikkeren. Oh, deze was open, ja. Poging nummer 2, jongens. Wow, yo, gek. Niet denken dat het fout gaat, Jan, want dan gaat het goed. Zie je, hoppatee, niks aan de hand. Niks aan de hand. Niet naar beneden kijken, dan gaat het helemaal fout namelijk. Gewoon rustig aandoen. Zie je? Rustig aandoen. Hij wil niet vastpakken. Hé. Hey. Pak hem. Oké. Okay. Rustig aandoen. Holy shit. Ja, goed zo. En nu doe je het wel, hè, lul. En nu doe je het wel, dikzak. Oh, ik moet hier wachten. Wacht, fuck. Ja, oké. Okay. Holy shit, ouwe. Moet je kijken dan, hè. Wow, yo, yo, yo. Je bent hier wel veilig. Dat is wel een pluspunt. Je bent hier wel veilig van de zombies. Dus je kan hier gewoon op blijven zitten. Dan heb je nergens last van. Zo, oké. Okay. This thing's still intact. Let's see if it was worth it. Nou, we gaan kijken hoor. Hop, aandoen dat ding. Hey, Kareem, second transmitter's up and running. Is it working? Kareem, do you hear me? Loud and clear. Nice job. You know the way back, right? Ik hoop het. Right. Ik hoop dat ik de weg terug weet. Oké, dus deze kant op, dan gebruiken we deze subline. Komen we ongeveer op die bus uit. En dat is denk ik het flatgebouw daar, die. Dus daar moeten we naartoe zien te komen. Dat is redelijk ver, maar hier gaan we, jongens. Tjuk tjuk. En stoppen maar. Oké, okay, op de bus. Chill. Holy shit. Ze gaan allemaal de bus in, joh. Ik ga even kijken. Het is op dit moment 4 uur in de middag. En ik moet eigenlijk... Even kijken. Oké, okay, we hebben best wel veel shit, als ik eerlijk ben. Dus als we even een EHBO-doos maken, zo... Hop. Zo, dat is één. En meteen nog één maken. Dan hebben we dat in ieder geval binnen. We missen alleen nog alcohol, zoals je kan zien. Dus dat is wel wat minder. We kunnen fakkels maken. Dat is nog niet nodig. Werpsterren en alles kunnen we ook maken, zoals je kan zien. Maar dat is ook nog niet echt nodig. En een waterstroom. Wat is dat? Zet een waterleiding onder stroom. Wat krijg je dan? Iets wat dubbel stroomt. Een fijn hulpmiddel om schedels mee in te beuken. Oké, nice, nice. We hadden ook nog skills over. We hebben een behendigheidsskill over. Even kijken, dit is spring over vijanden heen. Druk hiervoor op R1 terwijl je op een vijand afrent. Schop vijanden omver met een vliegende trap. Druk op R1 terwijl je rent om te springen en druk vervolgens in de lucht op L1. En dit is, gebruik de bewegingen van een vijand om ze omver te werpen. Druk op kruis als de vijand aanvalt en wijs in de gewenste richting. Oké, ik ga daarvoor. Althans... Weet je wat ik eigenlijk wil hebben? Ik wil eigenlijk dat op het moment dat de enemies of de zombies op de grond liggen... Dat ik in één keer met één slag gewoon hun schedel zo kan inbeuken. Dat ze gewoon in één keer dood zijn. Ik denk dat dat ook een skill is, maar dat weet ik niet zeker. Ik ga nu voor springen over vijanden heen. Want dat vind ik wel handig. Dan kunnen we ze gewoon ontwijken op die manier. En dan hebben we ook nog een krachtlevel skill over. En daar kunnen we voor pakken. Naarmate je lichaam sterker wordt, kun je meer schade incasseren.
Super handig. Gooi een contactwapen naar vijanden en breng veel schade toe. Of richt je werpwapens op maximaal 3 vijanden. Die had ik al een keer opgelezen volgens mij. Ik ga voor deze man. Dan kunnen we dus, naarmate je lichaam sterker wordt, meer schade incasseren. Dus kom erop. Oké, chill. Dan waren onze skills weer. En dan zie je op de kaart dat we hier naartoe moeten. Dus dan moeten we dit land zien over te steken. En wat is dit? Beschermen. Oh, dat kunnen we ook wel even doen. Zullen we dan even daar langs lopen? Dat is wel handig. Oké. Let's go, boys. Let's go. Het wordt nog geen avond, dus we hebben nog alle tijd. Maar we moeten wel oppassen dat als het avond wordt, dat we natuurlijk een slaapplek hebben. Even kijken, werkt het? Ja, het werkt. Oké, chill. Even uittesten. Team? Yeah, that was me. And now I'm on my way to see Rise again. And get the antizen? That's the deal. Good job, man. This helps everybody, but especially Dr. Zera and Dr. Camden. They can hear each other without static for the first time since... well, ever. Okay, dan. Alsjeblieft, Rahim. Ik heb Rahim dus ook geholpen met deze missie. Super vet. Oké, maar wat wil jij, jongen? The survivors here. I think he's a goo. What? Also, they tell me I have to leave. Because I'm a crackpot. Tonight is the full moon. We haven't much time. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat? Oké, we gaan hem helpen, jongens. Maar ik weet niet... Uh-oh. Lopen gewoon langs. Gewoon langs lopen. Wat doet hij nou? Is dit een Mongol of wat? Ik ga geen Mongol helpen, hoor. Ja, dude. Loop door dan. Wat een Mogol dit. Wat een fucking Mogol dit. Wat, hij gaat... Deze vent is echt een retard. Hij wil me dood hebben of zo, joh. Help, dude. Ik moet mezelf helpen. Waar de fuck ga jij eigenlijk naartoe, man? Dude, waarom... Hij gaat sowieso dood. Jongens, dit zijn er te veel. Dit zijn er te veel. What a fucking retard, ouwe. Dude. Kijk nou uit, man. Hij is bijna dood, hoor. Wapen werkt niet meer. Fuck. Oh, dit zijn er veel te veel. Ik ga dit niet overleven, jongens. Hij mag dood, die gozer. Hij mag fucking dood, die vent. Hij is bijna dood. Hij is bijna dood. Deze vent is echt een Mogol, ouwe. Wat wil hij nou doen? Wat wil je nou doen? Wat... Oh, nu wil hij opeens weer doorlopen. En nu wil hij opeens weer doorlopen. What the fuck, hé? Er staan nog 20 zombies. Hoe wil hij die vermoorden? Ik hoop dat hij er is, hoor. Want dit gaan we niet overleven anders. Deze vent is echt een Mogol, jongens. Waar gaat hij nou allemaal naartoe, joh? Wat, ja, loop lekker door die container heen, joh. Zal ik ook doen. Even wippappen hier, joh. Hij gaat lekker, hoor, dit. Ja, perfect. Hij is bijna dood, jongens. Als hij nog één keer wordt gepakt, dan is hij dood. Dus ik hoop echt dat we er bijna zijn. Nee. Vriend. Wat doe je nou? Waarom ga je nou ouwe hoes roepen? Oh my god, deze vent is echt helemaal gek. Oh, lekker, jongen. Heb je hem? Ik ben bloeddorstig. Ja, what the fuck. Dat maakt mij niet uit. Hij redt weer door. Ik kan nog ineens even die zombies doorzoeken. Dit is echt een raar mannetje. Ik zweer het je. Waar breng je me naartoe, maat? Hoe ver moet ik, man? Zijn we er bijna? Je bent bijna dood, namelijk. Ik zit helemaal onder het bloed, man. Oh. Ben je er? Is dit het? Ja? Ik denk dat die er is. Geef mij even een EHBO-ding. Zo. Good. We can move on. We can... You're looking more human already. Moeten we nou weer verder? Hoeveel dingen moet die? Oh, dit, we gaan zo... Ah, shit. Oké, ja, die pakken die ook. Alcohol. Koffie. Oh. Let's go. Let's go. How did you become a werewolf?
Ga nou. Nee, 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 niet vermoorden, niet vermoorden, alsjeblieft. Laat ze nou gewoon lopen, man. Zo, die voor je, jongen. Laat ze nou lopen. Wow. Kijk uit dat je mij niet ramt, hè, vriend. Kijk, ze zijn dood, hoor, jongen. Wat is die allemaal aan het doen, die gozer? Zo. Ben je klaar? Ben je het zeker? Oh, hij gaat nog iets pakken, denk ik. Wat gaat hij nou doen? Oh. A teaspoon of cinnamon. I have everything I need. Now, I will cure myself of this terrible curse. Okay. You may fire when ready. Snel, ik weet. Oh my god! Oh! That was disgusting. Yes, it was. Okay. I'm cured. Let's go. Let's go, moeten we ook weer terug? Oh nee, daar ga je niet mee. We moeten niet. Hij gaat zo hard dood. Hij gaat zo hard dood. Kijk naar zijn levens, man. Dat staat op fucking 5% of zo. Nee, nee, nee. Wat? Wat is die? Hij zit fucking nice in hem te gooien. Oké, okay, ik zal je helpen, jongen. Is dat goed? Ja, ik ben hier goed in, hè? Ja. Oh, die was bijna raak. Die was bijna raak. Vriend, je kan, ik ga hem ook niet helpen, hè. Laat mij het gewoon doen. Oké, okay, mijn conditie is weer op. Wow, yo, gek. Hij slaat even op die grond, maar hij bounce weer naar boven, jongen. Oh! Zo, die was bijna raak. Oké, okay, ik heb hem. Ja, die was mooi, hè, jongen. Ik heb hem. Ik kan dit wapen van hem ook oppakken, man. Geef die eens aan mij. Oh yeah. Dat had iemand in de comments achtergelaten en zei, ja, je kan die wapen van die dik ook oppakken. Die ga ik een keer uittesten, wacht. Hij staat in mijn inventaris. Even naar boven hier, oh. Zo, hier, hier, hier. Oké, okay, we gaan hem uittesten, jongens. In plaats van de pijptang. Waar zit dat ding? Oh! Oh! Oké, okay, deze moet ik uittesten. Deze moet ik uittesten. Oh, yo, 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 yo. Dit is gewoon een fucking betonblok dat ik nu in mijn handen heb. Hoe sla ik hiermee dan? Wow, yo. Er is wel in één keer mijn stamina mee op. Maar ik hoef volgens mij ook maar één keer te slaan, heb ik het gevoel. Want ik moet hem niet dood laten gaan. Dat is wel mijn top prioriteit. Oh, hier is het, hè. Je bent er, hè. Ja, was dit het? Je hebt het gehaald. Hij heeft het gewoon gehaald. What? Thank you, sir. You have saved countless lives. No doubt. Ik heb alleen jouw leven gered. Good luck to you. And beware the moon. Beware of the moon. Nou, kijk eens aan. Oké, okay, we hebben een blauwdruk van hem gekregen. Namelijk exorcism. Wil je het bloed van je vijanden koken, terwijl het uit hun gesloopte, verminkte lichamen gutst? Natuurlijk wil je dat! Oké, okay, nou, we hebben daar een batterij voor nodig en nog een lemmet. Die vinden we vanzelf wel. Nou, dan gaan we dat maar daarna op een wapen zetten, hè, denk ik. Pff, daar heb je wel veel dingen voor nodig, hoor. Maar oké. Okay. Oké. Okay. Even denken, hoor. Hoe laat is het? Kijk, het is 6 uur. Dus, dan wil ik eigenlijk even gaan slapen. En we zijn nu toch naast een bed, dus dan ga ik hier gewoon even naartoe. En dan zorg ik even dat ik wat rust pak voordat het nacht wordt. Hallo. Oké, okay, dan ga ik even slapen. En dan kan ik ook nog even wat wapens verkopen, want we hebben namelijk best wel veel wapens. En dan gaan we daarna weer terug naar Rice. Oké, okay, hoe laat is het nu? Het is nu 9 uur. Oké, okay, dan moeten we nog één keer slapen, want nu is het echt nacht. En dan nu als het goed is weer ochtend, wat inhoudt dat we de nacht hebben geskipt. Ja, kijk maar, 7 uur precies, zie je? Super chill. Kan ik bij jou dingen verkopen? Verkopen, oké. Okay, even kijken. Gaspijp, die wil ik wel verkopen. Voor hoeveel kan ik dat verkopen bij jou? Voor 100. Oh, nee, niet. Voor... Oké. Okay. Verkopen. Over 13 maar. Oh. Nou, een tafelpoot mag je hebben voor $9. Heb ik toch allemaal niks aan. Een verstelbare sleutel, die mag je ook hebben. Een waterpijp, die mag je ook hebben. Een gewone pijp mag je ook hebben.
En dit zwaar wapeningstaaf mag je niet hebben, want die wil ik nog even uittesten. En de rest rotte lever, what the fuck? Die moet ik bewaren als een onderdeel voor een wapenaanpassing, dus die ga ik niet verkopen. Het is toch maar $2. En de rest, dat houd ik wel vast, denk ik. Want als een spuitbus, heb ik dat nodig? Nou, die mag je ook wel hebben. Oké, okay. Dankjewel hè, vriend. Bye bye. En dan hebben we ook meteen weer wat geld erbij. En dan kunnen we weer naar buiten, jongens. Want het is nu weer ochtend, dus dan hebben we de nacht geskipt. En dat is wel lekker natuurlijk. Oké, okay. Let's go, Rice. Komt er nou een storm of zo? What the fuck? Ben je nu... Oh, kijk, er vliegt een vliegtuig. Wat is het? Ik dacht, wat hoor ik nou, joh? Maar er zijn weer pakketjes gedropt. We kunnen wel van naartoe rennen. Ik weet niet hoe ver dat is. Even op de kaart kijken. Op de kaart. Oh, dat is best wel ver eigenlijk. Even kijken. Maar als we naar Rice toe lopen, moeten we zo lopen. Dus dan kunnen we net zo goed even een klein... Oh nee, wacht. Ik zie ze niet op de kaart staan, joh. Oh, hij is helemaal hier gedropt. Oh ja, maar daar ga ik niet naartoe lopen, hoor. Dat dacht ik dus mooi even niet. We gaan naar Rice toe, jongens. Dat is een beetje te ver, als je het niet erg vindt. Oké. Okay. En dan hoop ik dat hij ons de anti-scene gaat geven, natuurlijk. Want dat is wel zo... Wel zo handig. Oké, okay, jou ga ik even niet helpen, jongen. Ik heb al genoeg mensen geholpen. We gaan even doorlopen, als je het niet erg vindt. Okay, even hier erop zo. Op een thee. Ik wil even al die zombies ontwijken, namelijk. Oh, au, oh shit. Ik dacht al, wat de fuck komt er op me af? Maar dat is weer zo'n vieze zombie, man. Holy shit, die raken hier nog hard ook, man. Die zombies. Oh, kut, dat was niet zo handig van me. Sorry, dat was mijn eigen schuld. Vieze, gore zombies zijn dat, man. Je schiet allemaal van dat vieze spul op je. En dat gaat dus echt veel... Hé, hey, brandweerman! Hey, check, ik heb hem ook, man. Check. Oh ja! Ik kan hem nu terugpakken. Zijn er hier zombies in de buurt? Oké, wacht. Dan vermoord ik deze even als je niet erg vindt. Ah, ik miste hem. Oh, hij raakte mij. Wow, yo. En hij raakte me nog niet zo klein, weet je ook. Ah! Wow, yo, wow, yo, wow, yo, wow, yo. Ik ben niet snel genoeg, man. Met dit ding, het dikke ding. Ik wil hem vermoorden nu ook. Nu is het tussen jou en mij, jongen. Ja! Bitch! What? Ja! Oh, ga lekker stampen, joh, Mongol. What? Ja! Holy shit, jongen, mijn wapen... Kijk dan, dat hele staal is omgebogen, man. Holy shit, dat hele staal van het ding is omgebroken. Die was raak, die zag ik aankomen. Ja, die zag ik aankomen, sorry. Niet nog een keer. Eén keer is genoeg. What? Ja! Holy shit, ouwe. We lopen hier gewoon de weg af. Zo, brandweerman. Fuck jou. Hij slaat twee keer achter elkaar. Ik moet even mijn stamina terugkrijgen. Kijk naar mijn stang, jongen. Komen nu ook andere zombies zich ermee bemoeien? Heb ik hem? Ik heb hem! Oh, bitch. That's how we do that shit. Nice. Oké, dan laten we dit wapen even vallen. Die hoef ik niet meer. Laat deze maar vallen zo, hop. En dan kunnen we deze oppakken. Kijk, dan hebben we weer een nieuwe. Die is weer heel, denk ik. Is die helemaal heel? Oh, ik heb hem, wacht. Ik heb hem nog niet vast. Fuck. Ik heb hem wel vast. Oh. Even kijken. Oh, kijk, deze is weer heel. Oké, dan hebben we weer een... En dan hebben we weer een hele. Deze heeft ook nog een hamer in zijn hand. Hé, hey, kom eens hier. Fuck off. In één fucking keer. Dit zou weer doen, dat shit. Geef je hamer ook maar meteen. Thank you. Oké, okay, we lopen weer verder, jongens. Dit ding is fucking hard, jongen. Holy shitballs. Die moeten we onthouden dat we die wapens kunnen gebruiken. Oké. Okay. Op naar Reis toe. En deze keer echt. Deze keer ga ik me niet meer laten afleiden. Wat wel steeds gebeurt, maar oké. Okay. En dan... Zullen we eens even kijken wat we kunnen gaan doen? Pam, 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 pam. Oh, mijn lippen zijn droog. Dat kan dit niet. Oké. Okay. Nou, er staat hier ook een bus. Even kijken in zo'n bus. Want er horen natuurlijk mensen in te zitten. Zijn er zombies hier? Nee? Oké, okay, dan gaan we even kijken. Ik zou zeggen, er liggen hier wel dingen in. Oh, dat is de verkeerde knop. Sorry. Oh, er komt hier zo'n brandweerman aan. Oh. Oké, okay, er lag dus helemaal niks in. En, oh, dat is weer zo'n vieze zombie. Nee, ga weg. Niet om me schieten nou. Ik ben onderweg naar Rice, ja. Aan de kant, jongens.
aan de kant. Oké, we zijn er bijna, want hier is een treinspoor weer. Dan hoeven we alleen deze weg nog over te steken en dan zijn we er. Chillings. Kijk, ik ben er weer hoor, jongens. En jullie brug is een beetje vol met zombies. Ik ga er even omheen lopen. Hey, Gray. Hoi. Hoi. Huh? Who? Is this Kyle Crane? Who wants to know? My name is Troy. I lead a small group of survivors over in Sector Zero. We call ourselves the Embers. Sector Zero is completely sealed off. Mr. Crane, until you restored radio communication, we didn't know if anyone else in the city was alive. I just wanted to let you know how grateful we are. You've given us a small measure of hope. Well, I'm happy to help. De hand is weg, jongens. Oké, chill. Dus doordat we die antennetoren hadden aangezet, zijn er nu dus overlevenden in contact met ons gekomen. Doordat ze natuurlijk meer bereik hadden. Dus we hebben ze geholpen. Job's done. Now it's time to get back to Rice and get that antizin. Kom maar op. Ik hoop dat hij een beetje aardig is, man. Ik denk dat hij wel aardig kan zijn. Vooral voor ons, omdat we ze natuurlijk hebben geholpen. Dus ik ben benieuwd of ze ons gaan helpen. Ik hoop het wel. Maar dat is nog even afwachten. Reis. Well, you not only did the job Karim asked of you, but you made it back in one piece. Goed, hè? Can I get some answers in now? Did you think I would be satisfied so easily? You still have plenty to prove. Look, we really need the drugs. Let me have them now, and then I'll come back and do whatever. You'll get antazine when I say you get it, not one second before. Okay, dat is niet aardig. Dat is niet goed voor mij. Do all that I ask of you, and I will give you not one, but two crates of antazine. Woo! All right, fine. What do you want me to do? This will be different from your exploits on the antennas. It will require a bit more persuasion. The imposing of one's will, the creation of one's own rules. That is what makes a man. Do you live by your own rules, Crane? Or are you merely someone else's puppet? I believe I know the answer. Talk to Karim before I decide you are no longer worth the trouble. Oké, dan. Nu, gaat lekker dit. Hij is dus niet zo aardig als ik dacht. Dat vind ik nou niet leuk, maat. Ik mag... Ik heb een vertrouwen in hem verloren, ja. Oké, Karim die heeft hier een nieuwe missie voor ons. Dus ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft. My friend. Rice likes you. I can tell. Oh. Yeah, how? Because you are still among the living. The task at hand is as easy as can be. You simply have to make a few pickups from some nearby settlements. Which ones? The first is Jafar's wheel station. It's just east of here. But bear in mind, not everyone you talk to today will be in a cooperative state of mind. I'm sure you can be convincing, though. Ja, ik vermoord ze wel, jongen. I have to be. Dat houdt dus in dat ik ze moet vermoorden, hè. Dat wilde je zeggen, hè. Ja, ik heb je wel door, jongen. Ik heb je wel door. Oké, dan. You're here to join? Shit, you wouldn't last a minute. Dat zei je vorige keer ook al. En ik ben er nog steeds. Lul. Zo. What the fuck? Ze zijn aan het schieten hier buiten. Hallo? Ze zijn mensen aan het schieten, maar ik heb geen flauw idee waar. Oké. We gaan weer verder. We moeten weer contact opnemen met de GRE. Zodat we natuurlijk ze weer kunnen inlichten. Ik kan zeggen dat ik verrast dat Rice went back on his word. Maar de GRE won't let me just walk away. Plus, if there's any chance that we can get that antizin, I have to try. This time he wants me to gather protection money from the surrounding settlements. And after this, he better hand over the drugs. Ja, dat hoop ik ook, jongen. Maar dat gaan we uitvinden in de volgende aflevering. Ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze aflevering. Als je nou hebt genoten, dan natuurlijk sowieso keihard op die like-knop. We zijn morgen natuurlijk om 1500 uur weer terug met een nieuwe aflevering. En dan moeten we dus geld gaan innen. En ik hoop dat het gaat lukken. Dus ik zou zeggen, tot morgen. Vergeet hem niet te liken. En tot de volgende keer weer. Bye bye, mensen.